Ik ben hier in Spanje bij BM Resorts en ik moet daar, ontmoet daar Marja. Marja, waar loop jij warm voor? Ja, hallo Harry. Waar loop ik warm voor? Ja, natuurlijk voor onze BM Resorts. Wij hebben hier een prachtig zorghotel waar wij mensen uit allerlei landen van eigenlijk het merendeel Noord-Europa ontvangen. Die hier een vakantie of een overwinteringsperiode willen doorbrengen met of zonder zorg. Wij komen veel ouderen tegen die graag een beetje beschermder op vakantie willen. Maar ook heel veel mensen die gehandicapt zijn en zorg nodig hebben. En ja, waar ik warm voor loop is de blijde gezichten die ik hier vind als mensen hier op vakantie komen of hier overwinteren. En uiteindelijk als we weggaan weer echt het gevoel hebben dat ze heel opgeladen zijn. En de blijde gezichten, daar word ik warm van. Daar ben ik echt, dat geeft zoveel voldoening en zoveel warmte ontvang je daardoor. Daar word ik warm van. Ja, daar loop ik ook warm voor. Ja, dat klinkt mooi. Ja. En je komt zelf uit de zorg of zo? Ja, ik ben al heel lang verpleegkundige, gespecialiseerd in intensive care en spoedeisend en hulpwerk. Daardoor is mijn ervaring ook best wel heel ruim. Ik heb altijd in Nederland gewerkt en ook een hele periode in Zwitserland. Het is handig dat je daardoor ook je talen een beetje spreekt. Dus wij kunnen ook mensen uit Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, kunnen wij hier ontvangen. Ik heb zelf heel veel werkervaring. En omdat wij een aantal mensen in ons eigen zorgteam hebben die ook dezelfde ervaring hebben als ik, kunnen wij ook mensen hebben die wat uitgebreidere zorg nodig hebben. Dus mensen die met een MS of een ALS komen, maar echt heel veel zorg nodig hebben, is voor ons geen enkel probleem. Mensen die bijvoorbeeld voor dialyse willen komen, is geen enkel probleem. Daarvoor hebben wij ook een hele goede samenwerking met de beide internationale ziekenhuizen hier. Die hebben beide ook een hele mooie dialyseafdeling met alle modernste apparatuur. Wij verzorgen dan het vervoer en het terugkomen naar het hotel. En de dialyse kan dan geschieden op wens of in de nacht of overdag. Zelfs in de avond kan het. En de mensen kunnen dan hier verblijven. En gelukkig hebben wij dan de expertise ook in huis om mensen te kunnen opvangen als ze bijvoorbeeld een dialysekater hebben of als er een complicatie optreedt van het een of ander. Wij weten dan wel wat we moeten doen. En verder hebben we ook altijd onze eigen huisartsen die we kunnen inschakelen, die ook internationaal zijn. En dat internationaal betekent dat ze de talen spreken, maar ook contact hebben direct met verzekeraars in Nederland en ook in diverse andere buitenlandse landen. Dus in die zin is er genoeg medische backup. Ja, en is er verder voor de partners bijvoorbeeld of voor de mensen zelf nog iets te doen hier? Ja, wij hebben ook een excursieprogramma. Dat kan op maat gemaakt worden. Als mensen alleen komen en niet met een groep weg willen, kunnen we voor de individuele mensen ook een excursie organiseren. We kunnen dat op maat maken. We hebben een aantal voorstellen natuurlijk die hier in het programma zitten. Als er groepen komen, maken we voor de groep een programma. Ook dat wordt op maat gemaakt in overleg met de groep. Vaak natuurlijk al van tevoren vastgesteld, hè, want als de grote groep is, moeten we een grote bus bestellen. Dat moet je toch van tevoren doen. Maken gebruik van ook een maatschappij die goede rolstoelbussen heeft en dat soort transportmiddelen. En wij maken dan een programma op maat. Iedereen kan dat een beetje samenstellen naar ook het kunnen van de groep. De ene groep kan wat meer als de andere groep. Er zijn mensen die bijvoorbeeld wel wat meer activiteit willen. Hè. De partners kunnen bijvoorbeeld wat meer activiteit willen. In de vorm van een flinke wandeling of een keer gewoon lekker winkelen in Benidorm. Er kunt van alles gebeuren. Hè. Er zijn ook mogelijkheden om gewoon lekker een dag naar het strand te gaan. Of te zwemmen. Of naar er is een heel mooi waterpark hier. Aquamundo is er, waar een grote dolfijnenshow is. Er zijn zoveel mogelijkheden hier in de omgeving. Veel mogelijkheden, ja. Hebben jullie al groepen van bekende organisaties? Ja, we hebben contacten met de Zonnebloem. Die zijn hier recent geweest en komen nu aanstonds weer terug. Die blijven het ook herhalen elk jaar.
Ze komen met steeds wat grotere groepen en steeds wat vaker komen ze naar ons toe. We hebben contact met veel verpleeghuisinstellingen, grotere organisaties daaromtrent, zoals de Laurens en de Cicero-groep bijvoorbeeld. En ja, we zijn natuurlijk nog niet zo heel lang bezig, dus we zijn ook wel onze contacten daarover. Ik hoor al in ieder geval dat je genoeg dingen hebt om warm voor te lopen. Ja, zeker weten. Hele mooie initiatieven. En ik wens je er heel veel succes mee. Nou, hartelijk dank, Harry. Dank je wel voor dit interview. Dank je wel.